Mag ik je zegenen? Ja, tuurlijk. God zegen jou. Afgelopen week bleek uit onderzoek van Motivaction dat 1/3 van alle Nederlanders leidt aan religiestress. Je komt er niet meer vanaf. Echt niet. Wauw. Dat betekent dat je gestrest raakt van religieuze uitingen die niet helemaal aansluiten op je eigen wereldbeeld. Nee, man, ik krijg nou al pijn in mijn hart. Het is belangrijk om te bedenken dat dus 2/3 van de Nederlandse bevolking helemaal geen last heeft van dit soort stress. Ja, dit zijn anderen. En wat anderen doen, dat moeten ze zelf weten. En de vraag is natuurlijk, hoe krijgen we die groep nou ook op de kast? Zijn wij soms niet irritant ook als christenen? We gaan er toch redelijk ontspannen mee. Ik heb al heel wat intolerante opmerkingen gehoord vandaag. Nee, ik vind het niet erg om dit aan te doen hoor. Zal ik het gewoon hier bovenop doen? Nee, doe die af. In plaats van. Oké, nee, dat is geen probleem. Ik ben voor jou wel op zitten. Nee. Ja. U moet me heel even helpen hoor, want ik ben een grotere gewend. Kijk, in mijn ogen is het natuurlijk indoctrinatie. Ja? Het is een hele mooie ritueel. Het gebeurt als een baby kindermishandeling. 8 dagen oud is. Ja, verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt moeilijk dan om nog op een normale manier met je om te gaan. Ja. Het jongetje wordt op die manier verwelkomd. Ja, maar dat is verwelkomd. Ja, ze zullen even je oren afsnijden. Welkom op deze wereld hoor, zonder vooruit. Je mag je besnijden als je 18 bent, goed geïnformeerd, dan hak je dat ding dan maar lekker zelf af. Maar je blijft met je poten van die kinderen, van die baby'tjes af. En dat is alleen maar die belachelijke religie die dat goedkeurt. Dus, zo. Zal ik op een andere onderwerp overgaan? Als echt niks helpt, begin dan op een verjaardag of op Facebook eens over Israël. Of, en dat kun je natuurlijk ook doen, eet nog eens samen. Leer elkaar kennen. Kijk elkaar aan. Ja.